Frank van der Struijk, je had het geluk een beetje aan jouw zijde vandaag. Ja, geluk dwing je af, zeggen ze altijd, hè. Nou ja, kijk, we wisten het tegen Utrecht, een lastige ploeg om tegen te spelen. We spelen een heel ander systeem dan we gewend zijn hier in Nederland. En, ja, we hadden een strijdplan en ja, die is heel goed uitgepakt. En, ja, het was eigenlijk back tegen back, heel simpel. En, ja, de sterkste die wint, nou, uiteindelijk zijn wij de sterkste. En, we hebben ze op alle fronten hebben ze afgetroefd. Of op passie, op strijd. En dan daarna, ja, je weet tegen Utrecht, als je datzelfde kan brengen, zelf nog een tikkertje meer, dan, ja, dan kan je het heel makkelijk hebben met voetbal en de kwaliteiten die we hebben. Dat weten we. Ja, kijk, als je elke week ook kan spelen, dan is het heel fijn. En, kunnen nog mooie dingen verwachten. Alleen ja, je moet wel elke week kunnen brengen. En, Utrecht, ja, wat ik al zei, hebben we op alle fronten eigenlijk afgetroefd. Laten we er even een paar momenten uitpakken. De 41ste minuut. Een overtreding hier vlak voor de zijlijn. En dan? Ja, voor mij was het zelfs een overtreding van ons. En, ja, van jou volgens mij? Nee, niet van mij. Voor mij van Dries. Maar hadden we die bal pakken. En ik tik hem net voor zijn neus, tik ik hem weg. Om een beetje tijd te trekken. Zodat we in positie konden staan. Nou ja, hij vond het niet leuk volgens mij. Want hij trapte me gewoon na. En, ja, heel erg dom. Dat is hier recht voor de vierde man. En, ja, terecht een rode kaart. Ja, meer kan je niet van maken. En dan na rust wordt het heel snel 1-1. Dacht je toen, oh nee, we gaan het toch niet alweer weggeven? Nee, helemaal niet. Zo'n gevoel hadden we allemaal niet. En, we zeiden ook gelijk tegen elkaar, kom op, blijven geloven. En volle bak naar voren. En hadden we ook afgesproken dat we dat zouden doen. En, we hebben ook vorig jaar afgesproken. Kijk, je mag niet herhalen van vorig jaar. Maar dat was onze sterkte, dat we altijd ons eigen spel bleven spelen. En druk vooruit, druk naar voren wouden spelen. En, dat willen we dit jaar ook. En, dat hebben we ook toen afgesproken na die 1-1 van we moeten gewoon volle bak druk naar voren. We staan met 10 man. Ja, en uiteindelijk zie je dat loont. En, hun kunnen nog niet voetballen. En, wij kwamen elke keer de tweede bal oppakken. En, waardoor hun elke keer terug uit moesten. En, ja, dat was fijn voor ons. We konden elke keer blijven voetballen. En, als je de bal hebt, is het fijn. Als je de bal niet hebt, moet je veel meters maken. En, ja, we hebben veel meters gemaakt zonder bal. En als je dat met bal ook goed bent. Dan zie je dat resulteert uiteindelijk in een 3-1. Dus ja, een mooi pot. De druk naar voren kwam onder meer van jou. Wereldgoal natuurlijk. Ja, zeker. Fantastisch, man. Ik denk, die komt zeker op Eurosport en al. Dus ik denk de doelpunt van de maand. Zo'n doelpunt zul je niet vaak zien, denk ik. Maar nee, zonder gek. Maar nee, ja, kijk, ik kreeg een steekbal van, ik weet niet of je, van Robbie of van Lucas. Maar, ja, ik had in mijn gedacht om precies keihard voor de pot te gooien tussen de keeper en de verdediger in. En, ja, die speler raakte nog net aan dat hij binnenkant paal erin ging. En, ja, dat is gewoon een fijn gevoel, ook voor het team. Toch de 2-1, toch een voldoening. En zo van, die punten blijven echt hier. En de volle punten dan. En ja, verdient een overwinning. Daardoor kon je, als je die 2-1 maakte, was voor hun natuurlijk weer een knakpunt. En, ja, ze probeerden wel, maar het lukte ze niet. En wij kwamen weer gevaarlijk eruit, waardoor je uiteindelijk de 3-1 maakt. Ja. Is het nou een last die van jullie schouders afvalt? Eindelijk meer dan 1 keer scoren en eindelijk winnen? Ja, inderdaad. We hadden een beetje problemen met doelpunten maken. Maar ja, we creëerden wel de kansen. Alleen we maakten ze niet af.